Ik loop de trap op en ik kreeg een vraag van een collega en de woorden kwamen niet. En ik dacht, wat gebeurt er? En ik kon gewoon niet meer praten. En ik ben gewoon in elkaar gezakt op de trap van in het gebouw. En eigenlijk pas thuis drong echt pas tot me door hoe slecht het er aan toe was. En ik heb echt wekenlang niets gekund. In oktober kwam dat definitieve moment. Hoe ging dat? Het is beter zo. Je mag voor jezelf kiezen en dat is in dit geval niet egocentrisch. En dat mag en het is geen falen, het is geen tekortschieten. Dat zelfzorg op nummer 1 moet staan. En bij mij stond hij eigenlijk altijd op nummer 10 en viel hij aan het eind van de dag van het bordje in. Dat ik de wijze van werk op dit moment in de Kamer in toenemende mate moeilijk vind, omdat we elkaar gewoon afbranden en daarmee opbranden. We zijn vergeten met z'n allen hoe we zo nu dan stop moeten zeggen en ook moeten zorgen voor elkaar en moeten checken of we allemaal aan boord zijn en of het met iedereen oké is. Ja, dan was het wandelen naar buiten. Zee, ik zou niet meer zonder kunnen. Ik bedoel, ik woon hier al een heel groot deel van mijn leven, maar dat heeft gewoon een helende werking. Nee, ik ben niet boos of zuur of gefrustreerd, want dan had ik het zelf ook anders moeten doen. Hoeveel mensen moeten er nog volgen voordat het roer omgaat? En dat roer moet op verschillende manieren om. En ik heb nu heel makkelijk praten vanaf de zijlijn. Maar het is ook mij overkomen. En ik had het iedereen en mezelf ook het liefst willen besparen. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.